Zo, het stemmen zit er weer op. Gelukt? Ik heb ons met het zakje helemaal rood gemaakt. Ja! Wij gaan eventjes weg. Ja. Wij gaan even weg. Ja. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer vandaag woensdag 17 maart 2021. En wij zijn zoals altijd Karin en Roderick. Roderick en Karin. En wij wensen jullie heel graag en heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn aan het lopen, want wij gaan lekker naar de stemlokaal. Nou ja, stemlokaal. Stemschool! Moet ik het wel goed zeggen, hè schat? Stemschool. Ja. Het... Wij gaan de muziekschool. Nee, ik kan muziek gaan stemmen. Ja, maar... En maar het is dus in een school, dus het is dus een stemlokaal. En ja, ik ga gewoon stemmen. Stemschoollokaal. En ik hoop zonder mondkapje. Want ik ga niet met mondkapje. Dat ga ik dus niet doen. Nope. Dus, alleen de wind is een beetje koud. Vind je ook niet? Nee. Het is lekker warm, ja. Waarom? Het is lekker warm. Hoezo? Lekker warm. Hoezo? Zonnetje schijnt achter de wolken. Ja, licht briesje. Ja, dat is mooi. Zo, het stemmen zit er weer op. Gelukt? Het potlood ons met het zakje helemaal rood gemaakt. Ja, de potlood heb ik niet ontsmet, maar ik heb gewoon een potlood gepakt. Ik heb een potje rode verf bij me, ik heb het hokje rood gemaakt. Dat is mooi. Maar één hokje rood gemaakt. Dat is mooi. Dat is mooi, fijn. Goed zo. En een mondkapje op. Hè? Huh? Een mondkapje op. Echt niet, met de koekoek. Kijk wel lekker, mondkapjes. Niet zo boos kijken, anders ga ik je daar pakken. Dat vind ik leuk. Nee, maar we hebben dus gestemd zonder mondkapje en zonder spatscherm. Hey! We mochten potlood niet houden. Maar potloden mochten we niet houden, want die zat gewoon vast aan zo'n dingetje. Dus bij sommigen mag je gewoon wel je potloodje houden. Wordt alles gewoon gegeven. En voor het besmettingsgevaar. Maar bij deze stemhokjes kon je gewoon kiezen of je dus je potlood wou schoonmaken, die ja of nee. Dus ja... Dan gaan we het gewoon even niet doen, want zo ben ik. Ik maak gewoon mijn potlood niet schoon, want er is geen... En er is wel een virus, maar niet zo dodelijk als wat het wordt gezegd. Zo denk ik erover. En zo zijn er veel, veel meer die zo over denken. Zoals ik. Ja, ik ga even lekker eten. Croissant 3. Hier, lekker. Die is lekker hoor. Lekker. Very mooi. Lovely. Very mooi. Ja, wat is er dan? Drakkie. Ja, wat is er dan? Drakkie. Is dat zo? Hey, meisje. Ja, wat is er dan? We gaan hem niet slopen, hè? Want dat is jouw opdracht, hè? Je mag spullen hebben, maar we gaan niet slopen. Nee, we gaan niet slopen. Want dat is wat jij moet afleren. Het slopen. Je mag hem hebben, maar we gaan niet slopen. Je mag hem eens spelen. Dat mag je slopen, ja. Die mag je slopen. Mwah, dankjewel. En daar ligt lekker Lady. Helleet. Ja. Ik zal die even weer goed neerleggen. Want zoals je ziet... Heb ik een bank die half kapot is. Ja, daarom heb ik dus ook altijd een kleed hier op mijn bank liggen. Ja. Ja, kriebel, kriebel, kriebel. Ga maar erop. Kom, kom, op de bank. Kom maar. 1, 2, kom. Oh, op de bank. Ja, kom maar. 1, 2, go. Ja, goed zo. Je bent mooi, je bent lief.
En daar hebben we Speedo, hè? Ja, Speedy, hè? Ja, maar... Ja, het is alweer alle vijf, jongens. Mensen, dames en heren, koeken en peren, ja. Nou, Debbie is al een hele tijd al weg. Nou, we hebben lekker samen gestemd. Lekker op Danielle de Winter van nummertje 24 van lijst 2. Ja. Ja, het is dus vandaag 17 maart. Nou, iedereen heeft kunnen stemmen. Dus ik ben benieuwd op welke jullie hebben gestemd. Ben ik heel benieuwd naar, echt. Vassie zit in de wasmachine, die draait. Als ik heel stil ben, dan hoor je hem ook. Dat is dus de wasmachine. Nou, Rauw moet ik zo meteen wakker bellen, 4:30. Want dan wou hij nog met mij even naar de Hoogvliet. Ja hoor, naar de Jumbo. We zijn vanmiddag bij de Hoogvliet geweest. Maar daar doe ik niet weer boodschappen. Wil ik niet. Voorlopig niet, zolang deze hele poppenkast speelt. Dus ja, en mama heeft ook gestemd. Ook op Geert Wilders. Mijn zwager heeft op Geert Wilders gestemd. En mijn zus die heeft op een ander Fleur gestemd uit mijn hoofd. Mag ik liegen? Nou ja. Dus nee, maar lekker bezig. Dat zeg ik. Mijn moeder heeft op Wilders gestemd. Ro en ik hebben op De Winter gestemd. Mijn zus die heeft op Fleur gestemd. En mijn zwager die heeft ook op Wilders gestemd. Dus ja, helemaal goed. Hopelijk naar de Vrije Nederland. Ik hoop het. Jullie toch ook? Jullie zijn er toch ook, denk ik, zat. Na alles wat nu al een jaar speelt. Wat? Stel, jij bent minister-president of mevrouw-president. Wat zou jij dan veranderen in deze wereld? Ik ben wel benieuwd. Ja. Wat ik zou gaan veranderen, dat is niet deze rode kat, nee. Nee. Maar dat is gewoon, meer en meer saamhorigheid. Ja. En sowieso gewoon alle winkels open. Vrijheid, blijheid. En gewoon onze cultuur weer terug. Zoals Zwarte Piet. Sinterklaas en de kerst. En Sint Maarten gewoon lekker langs de deuren. Heerlijk. Dat zou ik lekker doen. Maar wat zou jij doen? Dat wil ik ook heel graag weten. Ja. Wij gaan eventjes weg. Ja. We gaan even weg. Oeh, wij gaan even weg. Ja. Oeh, sleuteltje mee. Ja. Blijven jullie braaf hier? Ja. Ja. Nog voor die post? Nee, kijk eens. Wachten. Blijf. Jij ook, bolle. Tot zometeen. Doei. Wauw. Wittenburg. Dit is Ruud Wels. Ik begin helemaal bovenaan. Wat ook niet helemaal klopt, maar oké. Okay. Ja, en toen was het alweer 10:00 in de avond. En Rodi loopt lekker achter mij met de twee dames. Het is hun laatste rondje voor vanavond, voor vandaag. Ja, morgen weer kansen. En wat weer een beetje te veel op elkaar geleund, gedrukt. Geen zin in. Maar ik ga deze vlog lekker met jullie afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, pleur een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En vergeet vooral dat duimpje niet. Hey, dan zie ik jullie graag. Een dikke tut op je snuit. En tot morgen. Doei doei.